Jongens van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat je kijkt naar deze splinternieuwe video. Nou, dames en heren, heb ik de 20 grappigste WhatsApp gesprekken. Ze zijn echt gewoon hilarisch, dus laten we gewoon meteen gaan beginnen met deze video. Maar voordat we beginnen, doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en volg me ook zeker op Instagram, @Mick van YouTube. Shoutout naar deze mensen die mij gevolgd hebben op Instagram. Wil je nou een shoutout in mijn volgende video? Volg me op Instagram, @Mick van YouTube. En dan gaan we nu beginnen met WhatsApp gesprek nummer 1. Oké, WhatsApp gesprek nummer 1 is een gesprek met zijn vader en een zoon. Zoon, laat me je even feliciteren op de meest warme manier. Dit is namelijk de leukste dag van je leven die je nooit gaat vergeten. En daarop antwoordt hij: dankjewel pap, maar de trouwerij is pas morgen. En die vader zegt: ja, dat weet ik. Oftewel, geniet ervan dat je nog single bent en nog niet getrouwd bent. Dit is een gesprek met Barry. Zelfs als ik aan het slapen ben, denk ik nog aan jou. Oké, ik maak dat geld al over naar je. Kijk, we denken natuurlijk allemaal dat het met liefde te maken had, maar dat het gewoon met een geldschuld te maken. Echt gewoon hilarisch. Dat waren al 2 WhatsApp gesprekken. Heel snel, laten we snel doorgaan naar nummer 3. Waar ben je? Tegen Oliver, zegt hij dat. Ik ben er in 5 minuten. En als ik er niet binnen 5 minuten ben, lees dan gewoon het volgende bericht. Oftewel, dan ben ik er binnen 5 minuten. Die vind ik geniaal. Die moet ik ook gaan gebruiken, want ik ben ook wel eens te laat soms. Ja, dus bedankt voor de tip. Dat is een leuk grapje waarmee ik misschien een keer te laat kan komen. Dat is top. Mijn gesprek met papa. Hoe kun je? Ik vertrouwde je. En je hebt gewoon, ja, je bent gewoon vreemd gegaan. Oh, sorry pap, dit was voor Billy bedoeld. Oké, maar trouwens, heeft helemaal niet te maken met je bericht of zo hoor. Maar heb jij mijn shotgun ergens gezien? Oké, je moet niet fucken met deze vader. Wat betekent IDK, L Grieks I, T tegen Grieks I, L? I don't know, love you, talk to you later. Oké, I will ask your sister. Ze zei dus letterlijk wat de afkortingen betekenden. Maar ja, die afkortingen, die begreep zij op een andere manier van: yo, ik heb geen idee. Ja, hey, jullie snappen het ook wel. Ik hoef het niet eens uit te leggen. We gaan door. Dylan, hartje, 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 zegt Dylan. En oh, allemaal lieve emoties. Trouwring, huisje. Dat ze getrouwd is. Dat ze zwanger is. Dat ze kinderen heeft. Dat ze 2 kinderen heeft. En hij denkt wegrennen. Oké, die is wel oprecht heel leuk. Ja, die is wel. Die vind ik leuk. Dat is een applausje waard. Ik heb maar 1 hand tegenwoordig. Aaron stuurt een mooie foto met een heel schattig katje. Oh, wat een mooie foto. Stuur er nog 1 alsjeblieft. En hij stuurt gewoon precies dezelfde foto. Ik denk dat hij dat niet bedoelde, Aaron. Ik denk dat hij bedoelde een andere foto, niet een nieuwe foto. Mama, ben ik knap? Waarom vraag je dat niet aan je vriend? Welke vriend? Ja, precies. Oeh, roasted. Oh. Oké, die is wel echt leuk. Oh my god. Sunny. Mam, pap, ik heb besloten om op mijn zelf te gaan wonen. Zo, hé. We feliciteren je met een independent leven, schat. Dankjewel. Trouwens, jullie koffers staan gepakt. Oftewel, gaan jullie maar uit jullie huis. Ik blijf lekker in dit huis wonen. In mijn eentje. Die grap moet je ook een keer bij je ouders doen. Ik denk dat ze dat wel grappig vinden. Of niet. Of ze flippen op je. Ik heb geen idee hoe je ouders zijn. Mijn ouders zullen het wel kunnen waarderen. Maar we gaan door. Pap, ik heb honger. Hey, honger. Ik ben pap. Pap, ik ben serieus. Nee, je bent honger. Ben je een grap aan het maken? Nee, ik ben papa. Oh my god. Ja, oké, die is wel leuk. Oeh, met een unknown number. Oftewel iemand waarvan we niet weten wie het is. Hallo. Hey, wie ben jij? Andrew. Andrew. Hij vroeg namelijk af wat de achternaam was en niet, ja, jullie snappen hem wel. Ik hoef hem echt niet uit te leggen. We gaan door. Jason, een gesprek met Jason. Hey, wat ben je aan het doen? Ik ben lekker een bad aan het nemen. Oeh, stuur me een foto. En dan krijg je deze foto. Ja, dat verwachtte denk ik Jason niet. Jason die wou denk ik een wat, jullie weten wel wat Jason wilde, hè? Jazeker. Ik begin mijn vorige baan een beetje te missen, zegt Jeremy. Arme Jeremy toch. Wat was je aan het doen toen dan? Nou, hij was helemaal niks aan het doen. Ja, dan snap ik dat hij zijn oude baan aan het missen is. Dat snap ik zeker weten. Zo, hé. Gary zegt: je bent thuis? En daarop antwoordt hij: please, de volgende keer zet alsjeblieft een vraagteken. Anders lijkt het net alsof je mij aan het spioneren bent. En zij zegt: mwahaha. Damn, ik heb zo'n honger. Eet mij maar, schat. Oh, shit. Dat kan niet. Ik mag van mijn dokter geen dik eten eten. Ik haat je. Oh, deze is oprecht geniaal. Oh mijn god, hij is op een dieet. Dus hij kan niet zo'n vetzak eten. Maar, oeh. Vergeet niet te afwassen, zegt de moeder. En trouwens, zet ook even de afval buiten. En heb je er ook al je huiswerk af? En trouwens, ik en papa hebben besloten dat je een nieuwe auto krijgt. Wow, super, echt? Ben je serieus? Nee, ik wou gewoon even weten of je mijn berichten las. Oh, mam.
En hoe gaat het met mijn zwangere kleine dochter? Mam, hoe weet je dat? Ik bedoel, perfecte. Wacht, wat? Wat? Oh shit. Je zou maar echt door deze manier gewoon dat je moeder erachter komt dat je zwanger bent. Terwijl je niet wilt dat je moeder dat weet. Zo, dat is echt fucked up. Oké, we gaan door. Een gesprek met Lola. Ik heb gehoord dat het uit was met je vriend. Wat is er gebeurd? Nou, zou jij het accepteren dat iemand de hele tijd zit te roken, te drinken, te schelden en zelfs je in elkaar slaat? Nee, natuurlijk niet. Nou, dat kon hij dus ook niet. Die was echt heel onverwachts. Je wacht natuurlijk, omdat Lola een meisje is, dat een man haar in elkaar brandt. Niet dat er verschil zit tussen man en vrouw, maar een man, dat hoor je vaker. Een gesprek met mam. Mam, waar ben je? Nou, ik rijd naar huis, want ik ben net van de winkels. Waarom vraag je het eigenlijk? Nou, we gingen samen namelijk winkelen. Oh shit, blijf waar je bent, ik kom terug. Je vergeet gewoon je eigen kinderen. What the fuck? Helen, ik heb zojuist gehoord op de radio dat een of andere rare gast de verkeerde kant van de weg rijdt. Pas op, één rare gast. Er zijn duizenden rare mensen die nu recht naar me toe rijden. Oftewel, zij was degene die de verkeerde kant op reed. En ja, dat was eigenlijk de grap. Ja, best wel grappig toch? In ieder geval, dit waren de 20 grappigste WhatsApp gesprekken. Vond je dit nou een leuke video? Doe je duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.